Hey Lido, super bedankt dat ik hier bij jou mag zijn voor het interview. Kun je iets kort vertellen over wie je bent? Ik ben Leroy Soesman en ik ben striptekenaar. Kun je iets vertellen over jouw tekenloopbaan? Hoe ben je begonnen tot waar je nu staat? Ik heb niet echt een heel gestructureerde loopbaan. Ik ben begonnen met tekenen al voor ik me kan herinneren. Ik teken eigenlijk al heel mijn leven en het is altijd mijn grote escape geweest. Ik heb altijd al striptekenaar willen worden. Mm. En miste altijd eigenlijk net even de drive om het door te zetten. En dat zat misschien ook een beetje in angst. Maar ik kwam uit heel ver. Toen heb ik eigenlijk gedacht van ik ga de game-industrie in. Mm-hmm. Dat was toen ik ongeveer 20 was. En dat heb ik heel, heel even kort aan geroken. En het eigenlijk toen gelaten. En daarna is art eigenlijk altijd een hobby gebleven. Totdat ik een jaar of 4, 5 geleden besloot dat ik het toch ging doen. Ik ging toch een stripboek tekenen. En ik heb geluk gehad. Ik heb een uitgever gevonden die dat wilde uitgeven. En ondanks het feit dat ik alles opnieuw moest leren, zeg maar, of eigenlijk überhaupt moest leren, heb ik toch een eerste boek. Best wel vroeg al, ja. En je vertelde net dat je 4 jaar geleden dus toch besloot om het te gaan doen. Hoe kwam die beslissing? Dat is waarschijnlijk een proces geweest? Nou, tekenen is altijd mijn enige echte grote talent geweest. En ik heb altijd spijt ervan gehad dat ik daar nooit wat mee heb gedaan, weet je. Ik bedoel, ik heb heel veel ontwikkeling gemist in mijn tekenkunst, omdat ik eigenlijk het altijd op een laag pitje heb gehouden. Mm-hmm. En dat is echt super zonde, want ik had echt het gevoel dat, dat ik daar echt iets mee kon bereiken. En volgens mij vroeg mijn zoontje een keer iets om voor me te tekenen. En toen heb ik een strippagina getekend van 2 Marvel-figuren, Wolverine en de Hulk. En toen dacht ik van, dit kan ik volgens mij wel. Mm-hmm. En toen ben ik, ik heb toen besloten van, ik ga niet zo meteen over 10 jaar zitten van, wat nou als. Ik ga gewoon doen. En ik heb gedacht van, Ik heb die pagina getekend en ik heb er nog een paar andere tekeningen genomen. Ik ben gewoon bij beurzen gaan shoppen, weet je wel. We zijn stripbeurzen gaan shoppen en toen kwam ik een uitgever tegen die ik eigenlijk al heel lang ken. Want toen ik een jaar of 14 was, tot een jaar of 18, heb ik regelmatig tekeningen laten zien aan een jongen die veel contact had met uitgevers in Amerika. Dat was de droom, weet je wel, tekenen van Marvel en zo. Precies, ja. En hij zat daar heel dichtbij, hij zat heel dichtbij die haard. Hij haalde veel Amerikaanse tekenaars naar Nederland toe. En hij heeft me veel geleerd hoor. Hij was geen tekenaar zelf, maar hij kende veel van die tekenaars. Dus hij wist precies wat je moest doen om een portfolio te maken. Mm-hmm. En op een of andere manier heb ik eigenlijk altijd laten liggen. En toen kwam ik hem weer tegen en toen zei hij van ja, tuurlijk ken ik jou nog, weet je wel. Ik ken hem vast niet meer dan 20 jaar geleden. En nee, ik ken je zeker wel Leroy, weet je wel. Zo, ja. En liet in de tekeningen zien, zei hij van ja, ik wil met jou wel wat doen. En daar is eigenlijk het eerste boek uit ontstaan. Super vet. Ja, dat is heel vet. Heel cool. Ja vertel iets meer over jouw comic. Dit is hem. Mm-hmm. En het heet Aqua Invicta. Het gaat over een soort van dystopische wereld. Mijn schrijver die omschrijft altijd als een kruising tussen Waterworld en Mad Max. Dus in een toekomstig Nederland, waarin een watersnoodramp alles heeft weggespoeld, zeg maar, proberen deze mensen te overleven. En het is zelfs zo erg dat ook grote delen van de beschaving zijn wereldwijd weggevallen. En technologie ook. Dus deze lui hebben vrij primitieve middelen om elkaar te bestrijden. Er vallen bijvoorbeeld geen schoten. Het zijn allemaal zwaarden en messen. En eigenlijk is het een lang verhaal over, ze zijn op zoek naar een plek waar het beter is. Waar het nog is zoals het voor ons nu is, zeg maar. En waar het leven minder zwaar is. Want deze mensen die overleven eigenlijk elke dag. En zij zijn op zoek en het is een tweedelig verhaal. En het eerste boek, dat is vooral een boek waarin opjaging centraal staat. Een vrij spannend verhaal waarbij ze continu op zoek zijn naar een sleutel, naar een plek waarvan ze weten dat die bestaat, maar misschien niet waar. En, of in ieder geval waar ze van geloven dat die bestaat. En ja, allerlei spannende avonturen daar tussendoor. Cool. Ik
Kun je iets vertellen over jouw tekenstijl? Hoe is dat ontstaan? Hoe omschrijf je het? Ja, mijn tekenstijl is ontstaan eigenlijk per toeval. Ik heb vroeger altijd bepaalde tekenstijlen geambieerd en met mensen opgekeken en gedacht van ik wil zo tekenen. En ik heb het eigenlijk een beetje losgelaten. Ik heb eigenlijk nu gewoon die pagina ingetekend en dat gewoon gedaan op een manier die voor mij natuurlijk voelde. En daar zit best wel een groei in hoor, want naarmate je ervarener raakt, dan zal je zien dat dat elke keer ontwikkelt. En soms dan zie ik dingen en denk van nou, dat wil ik toch liever iets anders hebben. En dan ga je het natuurlijk wel ontwikkelen op een bepaalde manier. Maar het is eigenlijk ontstaan door juist heel vrij te zijn. Dus niet na te denken over hoe ik wil het eruit gaat zien qua stijl, maar gewoon te tekenen. En dan met de pen eroverheen te gaan en te kijken waar ik op uitkom. Mm-hmm. En dat langzaam te tweaken. En ik denk dat je op die manier dan ook dichtstbij je natuurlijke stijl blijft. Oké, dus eigenlijk is het een soort uiting van jouw persoonlijkheid? Zou je dat zo kunnen omschrijven? Ik weet het niet, misschien wel. Mm-hmm. Ik denk dat er zit heel veel van mij in. Maar ik weet nooit zo goed in welke vorm mijn persoonlijkheid zich uit. Precies, ja. En als je 3 kernwoorden zou moeten noemen om jouw stijl te beschrijven, is dat mogelijk voor je of is het meer gevoel? Mijn stijl, 3 kernwoorden. Ik denk clean, technisch en perspectiefisch is het dynamisch. Oké. Ja. Gaaf. Ja. Want als aanvulling vind ik het ook heel realistisch. Want je hebt natuurlijk ook comic tekenen. Oh ja, daar denk ik niet eens over na. Proportie, ja. Die niet strookt met de werkelijkheid. Maar klopt. Het is wel heel natuurlijk, heel klopt. Normaal, ja. Zeg maar. Ja, mijn streven is denk ik wel altijd geweest om anatomisch correct te tekenen. Technisch correct. Misschien dat ik dat bedoelde met technisch, maar ik wil graag dat mijn streven is om steeds meer te gaan tekenen dat het lijkt op het leven. Ik vind het mooiste, ik vind zelf persoonlijk het fijnste als ik in een stripverhaal kan kijken naar levendig lijkende figuren. En dat kan op heel veel manieren, maar ik ben zelf niet heel erg van het cartoony. Nee, precies. Het is niet dat ik het niet zou kunnen als ik het zou willen, dat kan zeker wel. Ja. Maar ik denk dat ik voor mezelf een iets moeilijker pad heb gekozen, omdat door het heel erg realistisch te maken, dan haal je heel veel dynamiek eruit. Dus dat is een lastige balans. Ja. Nou, als je dingen overdrijft en dingen kan uitrekken en vergroten, dan kan je veel meer snelheid in een pagina brengen dan wanneer je dat niet doet. Nu lijkt het al heel snel, zeker hoe meer realistisch je gaat tekenen, hoe meer het gaat lijken op stilstaande foto's en poserende mensen. Dat is een lastigheid van van deze keuze. Dat is wel interessant. Ik vind het wel heel tof wat je dat net zei, dat het eigenlijk een stilstaande foto is. Ik denk dat het een goed bruggetje is naar een volgende vraag die ik had opgeschreven. Ik heb ergens gelezen, volgens mij was het op fotoblog Kronkeling, dat vind ik zelf een hele goeie, dat als je beter wilt leren fotograferen, dat je dan moet gaan tekenen. Dat zei zij, omdat je dan beter leert kijken. Dus mijn vraag aan jou is eigenlijk, hoe gebruik jij onbewust of bewust de werkelijkheid als inspiratie? Zie jij dingen dat je denkt, hey, dit wil ik gebruiken in de tekening? Het is lastig, omdat ik niet weet hoe anderen kijken, zeg maar. Ik ben helemaal niet opmerkzaam of zo. Dus als ik ergens rondloop, heb ik niet overal details van gezien. Maar ik denk dat ik misschien wel anders kijk naar bepaalde objecten. En, kun je daar een voorbeeld van geven? Even denken hoor. Ik teken vooral gezichten en mensen, dat vind ik fijn. En dat maakt dat je wel iets anders kijkt naar mensen. Bijvoorbeeld, ik heb mezelf aangeleerd om te kijken naar bepaalde geometrie. Lijnen in gezichten. Ik heb mezelf ook aangeleerd om te kijken, denken in termen van... eigenlijk zijn het 3 aspecten waar ik naar kijk. Ik kijk naar toonwaarde, dus hoe licht of hoe donker iets is. Ik kijk naar vormen, dus eigenlijk wat ik doe als ik een gezicht zie, dan probeer ik eigenlijk het gezicht op te delen in stukken van gelijke toonwaarde. En dat is een vorm. Mm-hmm. En ik kijk naar randen, dus hoe scherp loopt het in elkaar over. Mm-hmm. En als je dat dus gaat doen, als ik bijvoorbeeld een interessant tekening wil maken, dan heb ik niks aan de meeste fotografie uit magazines. Omdat alles daar heel vlak belicht is. Dus die meiden bijvoorbeeld, die worden dan, of jongens ook, die worden dan
opgemaakt. Nou, ja. Daar halen ze al heel veel dynamiek in het gezicht mee weg. Mm-hmm. En dan gooien ze van gooien ze één kant een licht erop, dan lichten ze de schaduwen op. En nou, wat er gebeurt is dat het eigenlijk voor een tekenaar wordt het één groot vlak. Ja, precies. En wat wij willen is eigenlijk één kant licht ja. en het donker hebben. En, maar goed, waar je naar moet, wat tekenen en fotografie met elkaar overeenkomst hebben is hoe zet je dat, hoe zet je iemand in een plaatje? Ik moet zeggen dat voor mij is dat een van de moeilijkste dingen die er is, want het komt bij mij helemaal niet van nature. Ik weet niet snel hoe je een mooi plaatje maakt. Ik heb ook heel veel tijd nodig om een compositie te kiezen, zeg maar. Mm-hmm. Want kijk, een tekening, ik heb heel veel tekeningen die technisch fantastisch zijn. En dan zeggen mensen, oh, wat heb je dat knap getekend. Maar niemand zal zeggen, oh, wat mooi. Weet je wel, omdat gewoon het plaatje niet lekker klopt. Right? Mm-hmm. Dus dat is... En wanneer je dan een stripboek maakt, dan kun je het voor elk plaatje op een pagina aandoen. Dus het is echt heel lastig. En dan moet het niet alleen maar het plaatje mooi zijn, mm-hmm. het moet ook nog mooi zijn in het geheel. Snap je? Oké, okay, ja. Dus als je fotografie wil doen, moet je gaan tekenen. Ik denk dat je leert letten op details in onder andere gezichten en omgeving over hoe je bepaalde... hoe je een foto zo in kan delen, zeg maar, dat de aandacht naar de juiste plek gaat. Dus als je tekent, dan ben je heel, heel erg bezig met ja, zeer niet wetenschappelijke dooddoeners uit de tekenkunst. Weet je wel, van leidt het oog over de tekening heen en dan moeten dingen daarin wijzen. Je moet ruimte gebruiken, negatieve ruimte gebruiken. Ja. Eigenlijk gewoon hetzelfde als wat je voor een fotografie zou doen. Ja. Ja. Even een sprongetje naar iets anders. Ik heb ooit, Tae-Chung Kim, ken je? Ja. Die heb ik geïnterviewd voor een persoonlijk fotografieproject. Maar die zei dat hij dus ook kijkt naar mensen bijvoorbeeld in de supermarkt. En dan kijkt hoe een houding is. Ja. En hij zei dat een houding die bijvoorbeeld relaxed zit, niet per se mooi is voor een tekening. Ja, zeker waar wat hij zegt. Ah, leuk. Ja, waar hij naar refereert zijn gestures. Dus wanneer je een stripboek tekent, mm-hmm. maar überhaupt als je tekent, dan ben je eigenlijk continu bezig om dingen natuurlijk eruit te laten zien. En als je dan iemand laat drinken, het ziet er zo uit. Ja. Ja, precies. Dan is het hem niet, weet je wel. Dus waar je heel veel naar kijkt inderdaad zijn wat doen mensen, weet je wel. Hoe zitten ze, hoe praten ze? Chris Evenhuis is een tekenaar die er echt fantastisch in is. In het overbrengen van een natuurlijke houding en manier van doen. Zodat je, zonder dat je de tekst erbij leest, toch kan zien van, oh, die is verrast of die verveelt zich. Weet je wel. En dat is echt super moeilijk. Ik ken bijna geen tekenaar die dat kan. Mm-hmm. Dus ja, inderdaad, kijken naar gestures is inderdaad heel belangrijk. En ik ben er zelf eerlijk gezegd niet fanatiek mee bezig. Als ik hem zo hoor dat hij dat in een supermarkt en dergelijke allemaal bekijkt. Ja, ik ben ermee bezig wanneer ik het nodig heb. Dus okay. Als ik inderdaad moet tekenen iemand die op een bank zit, relaxed. Ja, dan ga ik wel echt kijken naar wat maakt nou, weet je wel, wat is nou een houding die ik nodig heb. Of als ik iemand nodig heb die twee mensen aan het praten bijvoorbeeld, is echt super lastig. Dat is namelijk, wat doet degene die luistert? Mm. Right? Dus, en dat hangt gewoon dus af blijkbaar van hoe de dynamiek op dat moment in het plaatje moet zijn. Dus je moet bijvoorbeeld kiezen voor, stel je voor je hebt een dialoog. Dan kan je ervoor kiezen dat de ander, degene die luistert bijvoorbeeld, dat die heel aandachtig naar jou luistert. Maar het kan ook zijn dat hij op zijn telefoon bezig is. Ja, precies. En dat hangt maar net af wat voor dynamiek je nodig hebt. En daar heb je dus overal daarin, heb je dus eigenlijk informatie uit het echte leven nodig over hoe dat er dan uitziet. Want je merkt al heel snel als iets geforceerd voelt. Ja. Maar even concreet, hè? Want stel jij moet voor een opdracht of voor een nieuw boek, een nieuw comic. Ja. Heb je een beeld nodig waarbij iemand inderdaad, wat je net zegt, een gesprek heeft. Hè? Twee mensen hebben een gesprek. Ja, ja. Ga je dan bewust bijvoorbeeld naar een café, ga je kijken hoe mensen tegenover elkaar zitten? Of? Nee, ik ben zelf meer van het googlen of zelf uitproberen of gewoon opletten als ik bezig ben. Ik ga niet echt op onderzoek uit. Ik ben daar, daar heb ik ook eigenlijk geen tijd voor. Nee. Het is meer dat ik dan zelf op zoek ga naar plaatjes of dergelijke. Of ik, als het kan, dan gebruik ik mijn gezinsleden of vriendin of zo, weet je, om dingen uit te beelden, dingen na te doen. Precies. En dan te kijken hoe die anatomie zich dan gedraagt, hoe licht zich gedraagt. En wat je zei is het waar, niet alles wat realistisch is, werkt goed voor plaatjes. Hè. Dus kijk, in een strip zeker ben je best wel, afhankelijk van je plaatjes om het verhaal te vertellen. Dus soms moet je juist kiezen voor onnatuurlijk.
om de boodschap over te brengen die je op dit moment in de lezer over in de wil krijgen. Dus bijvoorbeeld als je, een bekend voorbeeld is volgens mij, als je iemand een klap geeft, daar zitten heel veel fases in. Dus ik ga mijn vuist naar achter en dan sla ik je. En ik kan op elk moment van die shot kan ik het stilzetten, maar al die tussenmomenten zijn eigenlijk traag. En het werkt goed wanneer je hier staat, het werkt goed wanneer je daar staat. Ja. Maar alles ertussenin werkt niet, dus je moet best wel keuzes maken. Dus zelfs wanneer iets soms natuurlijker is op een bepaalde manier, ga je toch ervoor kiezen om iets geforceerd te doen en om het verhaal over te brengen. En in die gevallen is het zo fijn als je heel veel weet van natuurlijke houdingen en gestures, omdat je dan toch die kennis kan gebruiken om het toch natuurlijk, ondanks het feit dat het een geforceerde pose is en een geforceerde situatie, dat het toch acceptabel voor de lezer niet vreemd uitziet. Je noemde net al hoe licht valt. Hoe observeer jij licht? En hoe creëer jij het en hoe creëer je schaduw? Dat is eigenlijk meer de vraag in één, besef ik maar. Het hangt er vanaf wat ik aan het doen ben. Dat is anders voor wanneer ik teken dan voor wanneer ik schilder bijvoorbeeld. Hoe observeer ik licht? Ja, gewoon volgens de theorie eigenlijk. Dus je kijkt naar licht, donker, kleur, kleurcontrast, warm, koud. Laat ik eens een concreet voorbeeld nemen. Als ik kijk naar een gezicht, dan kijk ik naar... Dan wil ik daar een verhaal vertellen. Dus als ik een gezicht wil schilderen, dan wil ik daar iets vertellen over de ronding van het hoofd. Ik wil iets vertellen over de vormen van alle onderdelen van het gezicht. En daar heb ik veel tools voor. En zeker als je kleur gaat doen, heb je daar heel veel tools voor. Dus wanneer ik zou schilderen, en dat is eigenlijk voor inkleuren überhaupt niet zo anders, dan kijk ik dus naar bijvoorbeeld, als je naar het hele hoofd kijkt, dan zou ik bijvoorbeeld ervoor kiezen om, ik wil iets van verronding gaan vertellen. Dus dat, wat je dan gaat doen is, dan ga je afhankelijk van waar het licht vandaan komt, dat we even vanuitgaan dat ik van driekwart belicht word. Dan wil ik hier wat gaan doen met een lichtvlak en een donkervlak. Nou, en het donkervlak heb je keuze in, dat maak je niet gewoon zwart. Dus schaduwen, dat pak je slim aan. Schaduwen die maak je dan uit kleur. Right? Dat komt een beetje uit het impressionisme dan vandaan. En dan ga je handig in kiezen. Dus het heeft te maken bijvoorbeeld met zit ik naast een televisie. Want dan in het lichtgedeelte wordt al het licht van de televisie wordt weggeblazen door de felheid van de lamp en wat er teruggaat van jouw gezicht, maar in de schaduwkant niet. Dus daar krijg je weer kaatsend licht van de omgeving. Dan ga ik kiezen bijvoorbeeld als het een televisie is, dan ga ik kiezen voor blauwe. Ben ik buiten, valt de zon van deze kant, heb ik hier een object waar ik naast sta, dan ga ik kijken naar het licht van dat object en hoe dat in het gezicht valt. En dan, op die manier ga je schaduwen, die geven op dat moment de vorm van het object weer en dan geef je een klein verhaaltje over waar je bent. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan ga je kijken, nou oké, dan ga ik kijken in een licht en in een schaduw. Laten we eerst naar een lichtgedeelte kijken. Dan wil ik daar ook variatie in aanbrengen. Nou heb ik het moment dat ik mijn schaduw vastgelegd, dus ik leg mijn lichtvlak neer en ik leg mijn schaduwvlak neer. Afhankelijk van hoe donker ik dit maak, heb ik eigenlijk het bereik vastgelegd voor mijn lichte vlak. Want ik wil eigenlijk een truc gebruiken dat de donkerste kleur in mijn lichtvlak nooit donkerder is dan de lichtste plek in mijn schaduwvlak. Want op het moment dat ik dat doe en ik zou knijpen met mijn ogen, dan zou je zien dat die licht- en schaduwvlakken echt netjes uit elkaar liggen. Ja. Right? Nou, en dan ga je kijken, wat kan ik dan wel doen? Als ik niet heel donker kan gaan, wat kan ik dan doen? Nou, dan ga je kijken naar een neus bijvoorbeeld. En dan wil ik hier graag afronden. Kijk, neusgaten zijn gewoon zwart. Daar kan ik donker gaan zoals ik wil. Maar wat doe ik nou met die rand hier? Ik mag niet te donker, want dan kom ik in mijn schaduwgedeelte. Okay. En als die neus helemaal belicht is, wat ga ik dan doen? Nou, dan maak je dit heel warm. En dan maak je dit wat kouder. Dus dan kies ik hier voor groene. Dan meng ik door de kleur die ik gebruik voor de huid. Daar meng ik dan een groen doorheen of paars of blauw en dan krijg je dat het, je krijgt de illusie van recession, terwijl alles even helder is. Dus dan kan je met gelijke toonwaardes kan je toch voor- en achtergrond creëren. Door kleur, je hebt niet op schilderen dan, hè? Ja, heb ik op schilderen. Wanneer ik aan het tekenen ben, heb ik al die middelen niet. Nou, wat ik wel fascinerend vind is dat je, kijk in fotografie, als ik in de studio bezig ben, en ik heb een model, iemand die een model staat, kan ik de lamp gewoon letterlijk bewegen om te kijken hoe het licht valt en hoe de schaduw ontstaat. Maar jij, tenzij je ook een lamp en een model hebt of een mannequin beeld waarmee je het kan testen,
Jij moet alles uit je... In je gedachten doen. Hoe doe je dat? Heb je... Nou, mijn gedachten niet per se. Ik bedoel, uiteindelijk wat er gebeurt is dat ik heel veel schetsen ga maken. Dus ik kan niet de lamp bewegen, maar ik kan wel op verschillende manieren schetsen. Ja. En wat ik wel uit mijn hoofd moet doen is dan eigenlijk bedenken hoe dat licht gaat gedragen op een persoon en op een object. Daar moet je dus heel veel van weten. Exact, ja. Maar wanneer ik een scène in elkaar moet zetten, dan ben ik dus heel veel aan het puzzelen. Hoe kan ik het nou zo doen dat het plaatje werkt? En soms is dat heel, heel moeilijk, omdat je dan heel veel gebeurt in een scène en het best lastig is om te kiezen hoe je dat dan het beste kan weergeven. Er zijn meerdere opties en allemaal hebben hun charme, zeg maar. Ik vind dat een van de moeilijkere dingen, weet je wel, nog steeds. Dat is ook iets waar je altijd in blijft leren, denk ik, waar je altijd vooruitgang in blijft tonen. Wat ik dan doe is, ik zal een hele kleine schets maken, thumbnails. Gewoon, klein. Ja, heel klein. En het idee is dat je dat laat werken op een afstand van, dus dat je een kleine schets moet al leesbaar zijn. Dus als ik een pagina zou verkleinen tot minimaal, dan zou het al enigszins leesbaar moeten zijn. In ieder geval voor mij dan, de zwart-wit pagina. Je bent ook docent wiskunde. Heeft dat invloed op jouw tekening? Heeft dat een voordeel? Tekenen heeft twee grote raakvlakken met wiskunde. Dat is enerzijds is dat, maar eigenlijk al meer, als ik, nu ik het zo zeg, denk ik, er zijn veel meer. Maar nu ik begin met die twee, meetkunde. En dan met name projectieve meetkunde als grote overlap met tekenen. En dat wil zeggen dus de meetkunde van het perspectief. Dus hoe maak je iets 3D, 2D, right? En hoe kies ik, hoe laat ik dan diepte? Ja, en het voordeel van wiskunde wat ik heb is dat ik weet natuurlijk enigszins wat over het perspectief tekenen, maar ik ben ook wel in staat om veel ingewikkelder concepten te begrijpen dan andere tekenaars waarschijnlijk. Dus perspectief tekenen kan echt heel tricky worden. Wanneer je bijvoorbeeld bepaalde afstanden gelijk wil hebben en je wil bepaalde dingen de meetkunde, meetkunde perspectief is heel moeilijk omdat je afstanden zijn niet constant. Dus een meter hier op de foto is iets anders dan een meter ergens anders op de foto. Ja, ja. En wiskunde geeft heel veel trucjes over hoe je dat kan aanpakken. En die zijn niet allemaal even makkelijk. Mm-hmm. En ik denk dat ik in staat ben om veel meer te begrijpen. Mm-hmm. Hoewel de tijd je vaak niet in staat stelt daartoe. Dus daar gebruiken we gewoon hele vieze trucjes voor. Ja, ja, ja. Ja. Dus soms eyeball je het. Ja, soms eyeball je het gewoon. Van, nou, oh, zo. Ja, oké. Okay. Ongeveer wel. Ja. Maar soms gebruik je gewoon een 3D sketchprogramma. Oh ja. En als ik dan bepaalde ingewikkelde 3D-structuren wil hebben in perspectief, in plaats van het helemaal uit te gaan meten, dan ram ik even snel een object tevoorschijn wat ongeveer voldoet aan wat ik wil. En dat gebruik ik dan als basis. Dat kan je overtrekken, je kan het uitprinten overtrekken, je kan het zelfs, dus eerst software, die kan je zelfs zo aanpassen dat het zelfs getekend eruit ziet. Dus dan kan je het gewoon in één keer inplakken. Ja. Ja, toen ik daarachter kwam, dat is niet zo heel lang geleden zelfs, dacht ik bij mezelf wel van, oh, dus zo doen ze dat allemaal. Ja, ja. Ja, ja. Prima toch? Ja, nou ja, het is, kijk, een stripboek vraagt om een heel andere benadering. Het is vaak als je monthly issues tekent, dat heb ik natuurlijk niet, maar als je dat wel doet, dan moet je vooral snel zijn. Niemand geeft per se omdat jij de beste artiest bent, je moet vooral snel zijn en je moet adequaat zijn. Ja, daar zijn heel veel trucjes voor. Ja. Ja, je hebt al een volgens mij een succesvolle comic uitgebracht. Mag ik het comic noemen? Of ja, zeker, zeker. Ja, natuurlijk. Wat zijn je toekomstplannen? Wat is je ideaal beeld? Ja, ideaal beeld. Mijn toekomstplan is in ieder geval het tweede deel van deze afmaken. En wat dan? Ja, ik wil eigenlijk een strip gaan tekenen die in de toekomst afspeelt. Ik hou van ruimte, ik hou van techniek. En dit is een beetje een primitieve wereld. Dus ik teken veel kruisbogen en boten en dat soort dingen, maar te weinig technologie. Mm-hmm. En ik vind het ook wel leuk om dat te gaan doen. Ik heb zelf een paar verhaalideeën die ik heel graag nog zou willen uitwerken. Ik ben zelf opgegroeid met superheldencomics. Nou, dat is niet meer de meest lucratieve manier van stripboeken maken. Dus volgens mij is er geen superheldencomic die nog winst maakt, zeg maar. Dus dat verkoopt niet echt. Mensen zijn veel meer geïnteresseerd in goede verhalen. Maar ik had nog wel steeds ideeën voor verhalen over superhelden. Een beetje in een setting zoals, niet zoals Marvel dat doet, maar bijvoorbeeld zoals Unbreakable dat doet, weet je wel. Als je een soort van vrij reëel verhaal krijgt over personen. Ja. En waarbij dat superheldachtig zijn daar een rol in speelt, maar niet de toon zet. Watchmen is ook bijvoorbeeld een voorbeeld van, weet je wel. Een serie van trouwens, hè?
Ah, gruwelijk. Ja, ja. Ja, dus ik heb bepaalde ideeën voor, in ieder geval één idee voor een arc over de transitie van iemand naar van goed naar slecht. En ik vind het bijvoorbeeld ook heel fascinerend in die film The Dark Knight van Nolan. Mm-hmm. Dat je kan volgen hoe iemand gemotiveerd wordt in zijn keuzes, weet je wel. En ik had een idee voor zelf voor een verhaal van iemand die dus op een gegeven moment een superheld is, onverslaanbaar en heel zijn leven nooit pijn gehad. En dan op een gegeven moment wordt hij gewond en in een gevecht waar hij staat op het punt, weet je wel, door een geluk overleeft hij het. En hij krijgt daar enorme PTSS van. En dat leidt uiteindelijk tot zijn verval. Ja. Wow. Nou, daarvoor ben ik al 3 keer begonnen. Ik heb al 3 keer opnieuw begonnen. Nog steeds niet tevreden over hoe ik het wil hebben. Dus keuzes met betrekking tot tekenstijl, perspectief, filmisch, hoe vragen ze in elkaar zitten. Dus dat gaat nog wel komen. Maar ik hoop eigenlijk dat verhaal te kunnen gaan tekenen nadat ik dit af heb. Heel vet. Ja. Toch nog een laatste vraag die me te binnen schiet. Mijn kanaal is bedoeld voor vooral portretfotografie. Ja. En meer, want je had net ook nog genoemd je model tekenen. Nou, dat heeft dan meer raakvlak met fotografie, omdat je ja. iemand ziet en dan maak jij een creatie van. Ja, ja. Wat voor 3 tips heb jij voor iemand die een portret, of het nou een tekening is of een foto, van iemand ja. maakt? Tips, oh mijn hemel. 3 tips, we gaan even beginnen met even kijken hoor. Ik kan denk ik wel kijken waar ik zelf op let. Ten eerste is het, ik denk dat het misschien het belangrijkste is de overall look van het plaatje. Als ik zo meteen mijn tekening af heb, als ik mijn tekening op ga zetten, dan schets ik ongeveer waar ik het model wil hebben, wat licht wordt en wat donker wordt. En dan neem ik eigenlijk 10 stappen terug en dan ga ik kijken van werkt dit op een afstand. En vind ik het leuk en vind ik het mooi. En voor een tekenaar blijf je heel lang in die fase hangen. Dus wat ik vroeger fout deed, is dat ik gelijk naar finished product ging. Nu blijf ik heel lang hangen in de fase van schetsen. En daar ben ik op zoek naar 2 dingen. Een leuk plaatje. Een mooi plaatje. En nog belangrijker, naar een gelijkenis. Mm. Nou, dat heeft wel fotografisch dat probleem niet. Nee. Maar ook weer wel. Dus je wil niet een hoek van iemand kiezen. Je wil niet iemand neerzetten op een manier waarop die persoon niet herkenbaar is. En dat bedoel ik niet mee dat ze wegkijken. Je kan prima een foto maken van iemand waarbij het gezicht volledig zichtbaar is, maar waarbij de persoon toch denkt, nee, ik herken je er niet echt in. Weet je wel, dat kan. En dat is met teken natuurlijk ook een probleem. Dus wat ga je doen? Je gaat iemand neerzetten op een manier dat je die persoon mooi in beeld brengt. Dat kan met emoties zijn, dus voor tekenaars lastiger dan voor fotografen. Want bij mij moet je hem heel lang vasthouden, dus je krijgt dan vaak wat doodse lachjes en zo, dat wil je liever niet. Maar je wil ze neerzetten op een manier dat je dus dat ze goed herkenbaar zijn en dat het een mooi plaatje wordt en dat het van de afstand goed werkt. Mm-hmm. Tweede tip is, nou, dat is misschien anders voor tekenen dan voor fotografie, maar denk na over de belichting. Als ik een belicht heb, ik moet elke vorm die kenmerkend is voor jouw gezicht, die moet ik kunnen tekenen. En dat betekent dat er op de een of andere manier over de kenmerkende vorm van je gezicht moet op de een of andere manier ergens een schaduw vallen of er moet een schaduw geworpen worden. Want ik heb alleen maar, ik begin met een wit stuk papier. Ja. En in het mooiste geval met een grijs stuk papier, maar dan heb ik eigenlijk alleen maar donker en licht tot beschikking. Right? Ja. Ik zelf teken vaak op wit papier, heb ik alleen maar de keuze om schaduwen toe te voegen. Ah, zo. Dus als ik een vorm wil communiceren, dan moet ik dat doen door middel van, op basis van de schaduw van die vorm. Dus dan moet je een manier kiezen, een belichting kiezen die daar die dat toelaat. En dat geldt voor schilderen eigenlijk hetzelfde, alleen heb je iets meer mogelijkheden. En wat ik zelf denk te zien is dat als je dat doet en je gaat fotograferen zoals schilders schilderen en als tekenaars tekenen, dat er best wel interessante portretten uit kunnen voortkomen. Dat die belichting toch vaak wat sprekender is. Heb ik nog een derde tip? Wat heb ik nou gehad? Ik heb gezegd de compositie en ik heb gezegd over belichting. Denk aan welk verhaal je wil vertellen met je portret. Fout die ik vaak maak is dat ik teken een persoon, maar ik vertel niet, dan ga ik gewoon tekenen. En dan vertelt een portret niet vaak een verhaal en dan is het een pasfoto. Dus je kunt best nadenken over wat je wilt communiceren met een portret. Dat een portret meer wordt dan alleen maar een hé, dat ben jij. Maar dat het woord van hé, dat is interessant. Gaaf. Ja.
Dankjewel, tof. Hey, ja. Super tof. Bedankt voor het interview. Yes. En als laatste afsluiter, of als afsluiter, waar kunnen mensen jou online vinden? Instagram op dit moment en Facebook. Ja. Gebruiken mensen nog Facebook? Volgens mij wel. Maar vooral, ja. Ik ben onwijs bezig met mijn website, al 20 jaar. Maar de domeinnaam is er al echt wel 20 jaar. Dat komt heus wel een keer. Ja. Maar eerlijk, gebruiken mensen nog websites? Ja, vast wel. Maar Instagram is gewoon Leroy Guzman? Ja, dan vind je me wel, ja. Top. Ja.